Welkom in Content Veen. Max heeft zijn goede vriend Fred de robot al een tijdje niet gezien of gesproken. Dus vandaag wilde hij hem weer even een bezoekje brengen. Maar toen Max aankwam bij zijn huisje, was Fred nergens te bevinden. Na uren zoeken door de stad begon Max zich toch wel een beetje zorgen te maken. Eenmaal aangekomen bij de bank, vond hij een geheimzinnig boekje waar Fred zijn naam op stond. Voor de koning Palmet, ik heb Fred ontvoerd. U zal hem nooit meer terugzien, tenzij u 100 groene concrete bloks verbrandt bij het altaar. Ik haat namelijk de kleur groen. Ook zal een van uw geliefde dieren eraan moeten geloven. Hier heeft u de keuze in welk dier. Ook vraag ik voor losgeld. 32 redstone blocks of ik haal Fred bouwtje voor bouwtje uit elkaar. Hiernaast vindt u het bewijs. U heeft 1 dag. Anders krijgt u Freds hoofd voor terug. Nee, dit is niet waar. Fred is ontvoerd. Ah, oh, dit verklaart wel waarom ik hem al 3 video's lang niet meer had gezien. Nee. Ik hoorde dat als Max geen 5000 likes haalt op deze video, jullie Fred nooit meer terug zullen zien. Jongens, we hebben hier Freds bouwtje. Fred is ontvoerd. Nee, en hij zijn boutje is achtergelaten van hem. Dat meen je. Oh, en het boekje, jongens. Ik heb het net helemaal gelezen natuurlijk. Maar dat meen je. Hij wil dat ik 30 groene concrete blokken verbrand. Omdat hij de kleur groen haat. Dus dit is al echt een Fred hater. En ik moet een dier opofferen. En 32 redstone bloks moet ik afgeven aan hem. Waar? Waarheen? Wie ben jij? Wie heeft dit gedaan? Wie wil zo'n lieve Fred nou ontvoeren? Waarom heb ik die lieve Fred? Oké, jongens, laat het boekje even terugstoppen. Fred's bouwtje. Man, dit is letterlijk gewoon een bouwtje van Fred. Even een moertje of weet ik veel wat. Een bouwtje. Oh, hij is langzaam Fred uit elkaar aan het halen. Maar waarom? Wie wil dat Fred aandoen? Oh my days, jongens. 100 groene concrete blokken. Ik dacht 30. Wat? Heb ik überhaupt wel groene concrete? Wat is Noah aan het doen? Mooi kasteel, hè, Noah? Mooie! Ik weet niet eens of ik dat heb. Ik heb white concrete. Ik weet niet of ik dat nog kleur kan geven. Of dat vanaf de dust moet. Want je moet natuurlijk powder hebben trouwens. Of dust. Ik weet niet hoe dat heet. Ik heb wel een heel klein beetje groene dye hier. Hij zei green. Niet lime, hij wilde green. Oké. Oh, dat kan niet meer. Zand, gravel en de dye. Maar ja, ik heb zand. Dat weet ik zeker. Dat heb ik hier. Een heel klein beetje en gravel. Ik weet niet of ik dat heb. Ik kan nog steeds niet geloven dat Fred gewoon ontvoerd is. Ja, ik heb wel gravel. Dus ik zou nu technisch gezien green concrete powder kunnen maken. Oh, dat is al 24. Dat gaat al snel. Dus dan heb ik wat cactussen nodig. Wat meer green dye. En ik weet dat Noah is de zandheks. Of de zandwicht, sorry. Die heeft 100% cactussen. Dat weet ik zeker. Misschien dat ze ook groene dye heeft. En wat zand voor mij. Hallo? Hallo? Noah? Ja? Heb jij zand en groene dye voor mij? Ik wil ervoor betalen. Het is urgent. Hoeveel heb je nodig? Aardig wat zand op zich. Wacht, we kunnen het even hier kijken of ik ook nodig heb. Als je gewoon zoveel mogelijk geeft, dan geef ik terug wat ik niet nodig heb. Ik heb 3 stacks. 3,5. Oké, geef me gewoon, dan geef ik terug wat ik niet meer nodig heb. En dan bepalen we dan de prijs. En hoeveel groene dye, welke groene dye heb je nodig? Gewoon normale groene. Nee, gewoon normaal groen. We hebben dat ook weer staan. Maar echt die donkergroene, die cactus green. Ja, die green dye inderdaad. Hoeveel heb je daarvoor nodig? Ja. Oh, doe ook maar gewoon zoveel mogelijk. Oké. En dan heb ik nodig een crafting table. Die zie je. Komt hier heb je de zand. Ja, je hebt het opgepakt. Als je meer nodig zo, hebt, dan nee, heb dit je was maar, het. Trouwens. Dit was het. Kijk, dit kan je allemaal terugkrijgen. Wat hoeveel je hiervoor? Moet je maken? Green concrete powder. Oh, concrete. Maar gratis was de prijs. Oké, top, thanks. Doei. Nee. Ja, nee, wacht even. Meneer Walnoot, jij gaat even wachten. Wat wil je hiervoor? Je kan het gratis krijgen. Ja? Mits. Oh, nee, nevermind. Dit bord is al weg. Nee, niet gratis. Gratis nee. Is buiten kanaal. Nee, stop. Nee. Jullie houden hier een afspraak. Dit moest leeg, jongens. Ja, we kunnen niet 24/7 niet meer bezig zijn. Rek, kijk eens omhoog. Nee. Doe het. Please. Ja, je schiet is al zet lelijk. Oké, dat is gratis. Zet top, thanks. Oké, jongens. We hebben gelukkig gratis dit mogen krijgen van Noah en Rick. Wat zijn ze toch ook aardig met z'n tweeën? Hier, zie je in de chat zeggen ze zelfs dat het mag. Pak je terug, Walnoot. Ze hebben trouwens, wat jullie zagen het net, jongens. Heel even tussendoor. Hun winkeltje die is in de making, maar ze hebben het hele huisje roze gemaakt. Het wordt een soort, ja, theewinkeltje, denk ik. En ze hebben ook daar het kraampje roze gemaakt. Dus ik weet niet wat Noah en Rick aan het doen zijn. Maar het wordt een... Een soort theehuisje of zo. Ik heb geen idee. Maar goed, dat is stap 1. Die hebben we al compleet. We hebben 100 groene concrete.
32 redstone blocks vind ik niet zo heel erg, om eerlijk te zijn. Dat is geen grote straf voor mij. Want ja, ik gebruik het toch bijna nooit. Hier, 32 blocks hebben we. Prima. Valt allemaal binnen mijn budget. En that's it, hè. En een dier. Ik ga echt geen dier opofferen. Oké, laten we even naar de coördinaten gaan. Min 379, 88 en min 676. Ik zie jullie daar. A few moments later. Dit is het. Dit zou het sowieso zijn. Het is rood. Is rood sowieso niet de compliment? Terre, volgens mij is dat het goede woord. Kleur van groen. Zijn we de tegenovergestelde kleur van groen? Oh, daarom. Sowieso daarom. Oh, maar deze... Nee. Moet ik het hier offeren? Hallo? Moet ik het hier offeren? De groene... Wacht, ik moet er nog... Oh, ik moet er nog concrete van maken. Oké, laten we dit even snel tot concrete maken. Dacht je nog een netherite brokje? Verdacht. Mooi plekje dit trouwens. Sowieso een heel mooi plekje. Laten we hier even concrete van maken. Gaan we hier op een redstone blokje staan. Doen we die in de tweede hand en dan erop. Of nee, zo doen we het. Kijk. Dit gaat fout. Kijk, kan ik het zo? Ga ik het allemaal ombouwen tot concrete in plaats van concrete powder? Want er werd gezegd, green concrete. Jongens, laat even in de reacties weten als jij denkt te weten wie dit is. Hij heeft iets met de kleur rood. Laat ook maar weten als jij denkt te weten waarom die iets te maken heeft met de kleur rood. Maar ik ga geen dier opofferen. Wie moet ik opofferen? Ik kom heel veel tekort. Ik heb mijn 61. Is heel veel gaan zinken dan of zo? Waar is het allemaal? Waar zijn mijn blokjes? Oh, daar! Daar zijn ze. Zeg maar dat dit veel is. Is het veel? Ja, dit is alles. Top. Hebben we deze weer nodig? Zo, oké. Het altaar. Ik ben bereid om groene blokjes op te offeren voor Fred. Ik weet alleen niet of Fred het daarmee eens zal zijn. Maar ja, zoveel keuze heb ik niet. Laten we het opdelen in elk vakje. Hier, jongens. Ik heb het opgedeeld zodat er in het midden gaan er 20 en de rest allemaal 21. Dus hier 21. Hier 21. In het midden. Die doen we als laatst. Hier weer 21. Hier weer 21. En de laatste 20, dat maakt, als het goed is, maakt dat 100? Nee, dat maakt meer dan 100. Ah, ik heb meer dan 100 blokjes opgeofferd. Dat is helemaal prima. Zou vast wel goed zijn in meer dan 100. Volgens mij heb ik een stuk of 104 of zo. Hij haat namelijk de kleur groen. En welk dier heeft hij de keuze? Ik heb zelf de keuze welk dier ik moet opofferen. Hij vraagt los geld. Los geld, ja. Ik ga dat dan maar hier achterlaten, denk ik ook. Heb ik een kist toevallig of zo? Of iets met hout? Ik heb geen idee. Weet je, ik drop het maar gewoon hier. Hier zo. 32 blokjes. Het zal wel goed zijn. Ik offer hier 32 blokjes aan je. Rood. Waar je van houdt, denk ik. Ja. Laten we terugvliegen. Het is helemaal niet zo heel ver. Het is letterlijk best wel dichtbij. Achter de andere kant van deze berg ligt mijn stad al gewoon. Hier, kijk, daar is mijn kasteel al. Het is echt behoorlijk dichtbij. Ja, wie moet ik offeren, jongens? Ik heb hier mijn katten. Jopie, Bassie, Dikkie, Dik, Toeter, het kindje van Toeter. Potlood die keurig netjes zit. We hebben hier Klodder. Waar is het varken? Ik had ook nog een varken. Oh, hier. We hebben hier Dikkie, Dik, het varken hebben we ook nog. Maar wie moet ik opofferen? Wat moet ik doen? Ik heb ook nog Gerda 2.0 die ik kan offeren, jongens. Desnoods. Ja, het is een beetje lullig. Ik weet het, Gerda. Maar nou, kijk hoe zielig die kijkt. Dat kan ik niet maken om Gerda te offeren. Nee, sorry Gerda. Ik zal er niet meer aan denken. Wat ook kan. Hier is Kwik, Kwak of Ronald. Waar is Kwek? Waar is Kwek? Jongens, wat hebben jullie met Kwek gedaan? Zit Kwek hier nog onder? Kwek, waar ben je? Nee, er is iets met Kwek gebeurd. Man, Kwek is dus al dood? Dat wist ik niet eens. Hier rust Kwek. Al langer dood blijkbaar. Allemaal even een minuut stilte voor Kwek. Nou, wie van jullie drie wil Kwek vergezellen in de dood? Ronald, jij misschien? Heb je wat te zeggen, Ronald? Nee? Alleen maar bij aankijken in angst. Er zit geen gedachte tussen deze twee ogen. Helemaal niks. Kwak, heb je wat te zeggen voor jezelf? Dat snap ik. Kwik! Dat zijn wijze woorden. Jongens, ik weet nog niet wie ik moet offeren en ik heb maar een dag. Ik heb maar een dag de tijd om een dier te offeren. Ik heb een goed idee, jongens. Ik heb ineens een heel goed voor Maximilianus de Zandwicht, wat? Wow! De deal is doorgegaan! Oh, nice! 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 stacks cent. Jongens, in de vorige aflevering heb ik een deal gesloten met Noah de Zandwicht. Ik geef haar 4 stacks locks van hout. En zij geeft mij 7 stacks zand, 1 keer per week. En de deal is blijkbaar doorgegaan, dus dit is top. Met allemaal leuke extraatjes erbij. Oké, nee, dat is prima. Dat betekent dat ik hout ga verzamelen. Maar eerst mijn idee. Laten wij heel snel naar Frank Boudewijn Impelmans gaan. De FBI-agent, de politieagent die daar woont. Misschien kan hij mij helpen met het mysterie over Fred. Voordat ik een dier moet opofferen. Nee, daar heb je Julian. Hallo Julian, Teletubby, waar ga je heen? Oh, hij ziet me. Hallo! Nou, laten we naar Frank gaan. Alright, jongens, huis nummer 3, we zijn er. Laten we kijken of Frank thuis is. Ik heb al een tijdje niet gesproken. Ik hoor wel, hij is er zo op. Dan kun je wel zo afgetraind zijn, maar goed, het heeft dan nog geen zin, weet je. Als je... Frank, mag ik vragen wat jij aan het doen bent met deze hele gespierde, knappe man achter jou? Nou ja, weet je wat het is? Ik kwam hem tegen. En, hoe,
Hoe kom jij dat soort mensen tegen? Ik weet niet eens dat die in mijn dorp leven. Jij komt altijd mensen tegen. Net een vorige keer een hond, nu deze. Dit. Het gedrocht. Hij was in de sportschool. Ik dacht deze moet ik hebben. Kan ik jou even spreken, Fred? Het is heel urgent. Fred is er niet. Hoe wist je dat? Je zegt, kan ik je even spreken, Fred? Oh! Ik bedoel Frank. Fred is vermist. Ik ben helemaal in de war. Frank, kan je me spreken over Fred? Hij is vermist. Ja, dat kan wel. Neem maar even plaats in de wachtruimte. Goed, weet je waar we hier leven? Kijk. Ja, kom zo bij je. Ja, rustig aan nou. Doe je ding. Goed, ga slapen. Ik moet verder. Dat was hem. Zeg het maar. Frank, Fred is vermist. En ik wil je alle details, maar je moet me helpen. Ze willen dat ik een dier opoffer. Ik heb al concreet op moeten offeren. Ik moet zoveel doen. Van wie moet dat? Dat weet ik dus niet. Daarom. Daarom heb ik je hulp nodig. Dit zaakje stinkt. Nee, dat is denk ik die man achter. Ja, hij komt net uit de sportschool. Ja, daarom. Dus hij stinkt misschien een zweet. Neem een douche, ga slapen. Ik spreek je straks. Kom even mee, meneer. Ik loop even mee. Ik loop mee. Oké, top. Oh. Ik hoop dat het serieus wordt genomen, jongens. Toch, Frank? Wat? Nee, niks. Niks. Gaan we lopen door. Oké. Okay. Oh, we worden in de gaten gehouden. Nee, dit is gewoon een spiegel. Ga maar even zitten. Oh ja, natuurlijk. Je spiegel is stuk. Ik kan door je doorzichtige spiegel kijken. Goed, vertel. Ik kwam in de stad. Ik was in de stad. Ik wilde Fred zoeken. Ik had hem al 3 dagen niet gezien. Vervolgens kom ik in de bank en kom ik dit boekje tegen. Dit boekje. Dit vond je waar? In de bank. Dat is verdacht, hè? Dit is verdacht. Dit is heel verdacht. Boutje voor boutje. Ja, dan wil ik je gelijk even meenemen naar een bewijsmateriaal. Deze krijg je heel even terug. Die maken we zo meteen even kopieën van. Ja, dat is prima. Ik wil dat je even meeloopt, want ik heb bewijsmateriaal. Nee, toch? Jawel. Goeiedag, meneer Teletubby. Och, jee. Oh, ik schrok me kapot. Meneer Teletubby, ik wil graag dat je meekomt op dit moment. Jullie blijven hier, jullie blijven achter. Meekomen. Ik heb mijn advocaat bij me. Meekomen. Oké. Okay. Hey. Succes. Ik ben de advocaat. Hey, hallo. Goeiedag. Goeiedag. U mag hier blijven staan. Meneer, meekomen. Ik ben de advocaat. Je bent geen advocaat, Rick. Ik ben... Nou, je hebt recht op zwijgerecht. Ik ben je koning, je bent geen advocaat. Ik heb hem betaald. Ik heb recht om advocaat te zijn. Kom, lopen, hup, door. Ik heb al betaald gekregen. Ja, mag ik mijn diamond zo terug? Succes! Hallo, schiet je nog op of niet? Ja. Gratis geld, Frank? Let's go. Meneer Walnoot, ja? Ik ga bewijsmateriaal halen. Gaan we gaan zitten. Nee. U gaat met mij mee. Oh. Allebei, meekomen. Okay. Sorry Julian, ik wist ook niet dat dit ging gebeuren. Ik wilde hem naar boven, dit is hem niet. Hij is boven. Hallo, sta hier. Ja. Ja, okay. Dat is mijn collega. Die zegt niet zoveel. U mag hier naartoe, meneer. Oké. Okay. Ja, ga maar zitten. Mag ik meekijken? Kom zo bij u. Goed, u mag hier mee. Ik mag meekijken. Goed, dit is een spiegel. Hij zal je hier niet zien. Ik weet dat hij me ziet. Dat heb je 100 keer gezegd. Ja, er zit glas hier. Dit is een spiegel. Hij hoort je ook niet. Hij hoort ons niet praten. Hallo, als je door de intercom heen praat. Die intercom, daar ga ik je niet zeggen waar die is. Goed, ik ga nu het voor met hem aan. Oké, doe jij je ding. Ik wil graag even jouw boekje hebben. Ja, hier, alsjeblieft. Ik ben blij dat de zaak serieus wordt genomen. Ik ook. Waar gaat het allemaal om? Ja, dat hoor je zo, Julian. Doe maar gewoon even alsof je me niet ziet. Hij denkt dat dit glas hier... zeg maar, spiegel is, maar dit is gewoon glas. We horen elkaar, we zien elkaar, maar... Ik behoud me op zwijgerecht. Hoezo? Tegen wie ben je aan het praten? Tegen Max, hij staat daar. Ik denk dat u zelf ziet. Goed, meneer Julian. Voor alle officiële dingen. We zitten hier in een afgesloten ruimte. Hier achter zie je de camera. Hier links is een spiegel. Daar is niks mis mee. Daar is gewoon een... voor mijn veiligheid, maar ook voor die van jou. Ik wil graag even dat je die dingen uit je handen haalt. Het is niet zo netjes om met mes en vork hier aan tafel te zitten. Mes en vork? Het klopt zo. Oké. Okay. Goed, moet ik helemaal gaan? Wat? Moet ik gewoon al mijn kleren uitdoen? Nou, nee, liever niet. Goed. Sorry, volgens mij hoorde ik een collega niezen. Je zit hier, toch? Ja, ik zit hier wel, ja. Klopt. Wat heb je te maken met Fred? Fred? Ja, je weet wel. Dat koekblik. Koekblik? Hoezo dat nou weer? Ik weet niks van Fred. Wat is met Fred gebeurd? Je weet niks van Fred. Wanneer heb je Fred voor het laatst gezien? Ik denk toen hij weer naar Fred veranderde. Zo lang geleden dat hij Fred heeft gezien. Oké, nou goed. Ik zou graag even willen dat u voor mij even wat op een papiertje schrijft. Oh, hij gaat zijn handschrift checken.
Of het hetzelfde. Het is letterlijk type, dus dat kan niet echt handschrift checken zijn. Wat moet ik op papiertjes schrijven? Iedereen is Minecraft handschrift is hetzelfde. Ik zou graag even willen dat jij op je papiertje zet: ik heb Fred ontvoerd. Uitroepteken. Ja, hij is wel slim hoor, Frank. En wat nou als ik dat niet doe? Oeh. Dan werk je niet mee aan het onderzoek. Dan kun je vastkomen te zitten met een borg van 10.000 diamonds. En dan word je door niet vrijgelaten. Dus ik zou maar gewoon meewerken als ik jou was. Want dan ben je hier het snelste vanaf. Schrijf het gewoon op. Dan kun je het boekje teruggeven. Laat ik je misschien al weer vrij. Na een paar vragen gesteld te hebben. Denken jullie dat Julian het gedaan heeft, jongens? Laat even in de reacties weten als jij denkt dat Julian hier Fred heeft ontvoerd. Zou hij het gedaan? Waarom? Hij heeft geen motief. Hij heeft helemaal geen motief ervoor. Moet ik hem signen? Ja, met je naam. Hij dropt het boekje. Oh, pff, is plafond mooi. Zo, dankjewel. Goed, die gaat in het archief. Dan wil ik je nog 2 vragen stellen. Wat is je lievelingskleur? Rood. Rood is mijn lievelingskleur. Oh, wel rood. Dat is zelf bedacht. Het rood is lievelingskleur. Dan heb ik nog 1 vraag. Oh. Ben je een beetje, hoe heet het, makkelijk met machines? Oeh. Machines? Is ja. Hij makkelijk met ik machines? Ik heb wel een hele... Oejee. Nu wordt het serieus. Jazeker. Ik moet mijn bril even schoonmaken, dus wacht even. Hij maakt zijn bril schoon met zijn neus. Zo, het ziet er weer goed uit in de spiegel. Goed. Ja. Maar ben je een beetje mechanisch ingesteld? Kun je makkelijk onderweg met machines dingen uit elkaar halen, in elkaar zetten? Ja, ik heb wel een hele tv gemaakt, dus. Een hele tv gemaakt, oké. Okay, ja. Okay. Nou, ik ben klaar met het onderzoek. Ik ga lunchen. Ik ga je de deur wijzen. Oké. Okay. Oké, okay, jongens, ik ben benieuwd. Ik zie deur wijzen. Ja. Okay. Frank, wat denk je? Hij is wel, ik vond dat rode vond ik heel verdacht. En de machine. Ja, ik ook. Een hele tv in elkaar gezet. Ik heb 2 bewijsmaterialen die ik aan jou wil laten zien, oké? Okay? Oké. Okay. Wat Julian... Nou, 1 ding wat Julian verdacht maakt en de andere is gewoon bewijsmateriaal dat Fred echt ontvoerd is. Oké dan. Oké, kom mee. Kijk, ja. Frank, dit is de tv. Dit is de tv, let op. Kijk, weet je wat verdacht is? Kijk naar de tv, hè. Kijk. Groen! Hé, mogen jullie zomaar in mijn huis komen? Dat is van Frank! Dat is van Fred! Dat groene! Goed, ik zou graag willen dat jullie het huis uitgaan. Ik heb bij deze dit het huis in dit beslag is genomen. Mijn huis. Hij heeft het huis in beslag genomen. Dit is mijn huis. Hey, buurman, welkom. Hallo. Hey, goeiedag. Dit huis staat nu in titel, in thema dit, van onderzoek. Dit is mijn huis. Ga weg uit mijn huis. In beslag genomen. Er is hier niets te vinden. Goed, ik zou graag willen dat je eruit genomen. Gaat. Ik krijg na deze dag hier zitten alle spullen in. Ja, dat maakt niet uit. U mag nu het huis verlaten. We mogen het huis verlaten, Julian. Oh. Oké, okay, alleen als jullie niet aan mijn spullen zitten. Nee, dat kan niet. Anders kom ik naar binnen stormen en dan... Jongens, als jullie de crime scene even willen verlaten, komen we zo meteen komen bij jullie. Oké, maar Frank, wat vind je van dit? De groene tv. Dit is toch wel heel verdacht. Misschien dat... Heeft die Fred hiermee naartoe gelokt? Ik zie het al zo gebeuren. Julian die hier zat, zo, weet je? En dat hij zei, kijk Fred, wat ik heb. Net als een kinderlokker, een Fredlokker. Of niet? Dit tv stinkt. Na... Onraad. Onderaad. Oké, okay, volgend bewijsmateriaal wat ik je wil laten zien. Of wil je eens even een onderzoek doen door het huis van Julian? Het is wel heel rood allemaal, zie. Een groene cd. Heeft hij Fred ook mee gelokt. Groene emerald. Daar heeft hij wederom Fred mee kunnen lokken. Lege kist. Kijk. Kom mee. Ga even naar... Waarom heeft hij ineens een roze pak aan? Waarom heeft Rick een roze pak aan? Blijf hier. Ik blijf hier. Meneer. Hey, goeiedag. Mag ik meelopen? Nee. Is dit nou een overtreding? Wat heb je aan? Hey, een pak voor de promotie van de nieuwe café binnenkort. Oh mijn god. Hey, ja, hey. Waar gaan we naartoe? Ik wacht in de bank op jou, Frank. Doe jij je ding? Ik wacht heel even in de bank op jou. Oké, jongens. Frank die gaat, ik denk Rick misschien nog overhoren. Maar ik wil het bewijsmateriaal laten zien van Fred zijn boutje die hier ligt. Misschien dat hij daar ook wat aan heeft. Maar Julian is zo aardig verdacht met het rooien en met weet ik wat allemaal. Zou Julian het zijn? Jullie zijn altijd wel slim daarin, jongens. Jullie moeten even helpen in de reacties. Ah, Frank, daar ben je. Ja. Dit is Fred's bank, dat weet je. Dat klopt. De bank van Fred. En kijk, wat hier heb ik het boekje aangetroffen. Samen met een boutje van Fred. Fred's boutje. Aha. Mhm. Aha. Wat heb je er nou mee gedaan? Hoezo? Oh, je hebt hem wel. Oh. Ja. Ik dacht dat je... Ik snap al niet wat je gedaan had. Aha. Ruik je nou aan het boutje? Dit boutje stinkt ook. Fred. Fred. Ik weet niet. Fred stinkt volgens mij altijd wel een beetje. Maar het is... Ik vind het verdacht, een boutje. Even denken. Ik weet het niet. Oké, maar je hebt alle bewijsmateriaal. Dat is alles wat ik heb. Het ding is, ik moet nu een dier gaan offeren om Fred terug te krijgen. Anders krijg ik Fred zijn hoofd alleen terug. Nee. Hoezo nee? Niet offeren. Nee, niet offeren. Hoezo niet? Wat, ik wil ook heel graag niet, maar wat moet ik dan doen? We gaan ze even uit de tent lokken. Ik ga mijn team in ieder geval naar de coördinaten sturen die hier zijn opgeschreven. Bent u er al geweest? Ja, ik ben er al geweest.
Wat was er te zien? Een altaar is er te zien. Een altaar. Een altaar. Is niet een altaar? Het was een altaar. Was het al daar? Het was altijd daar, het altaar. Daar. Wat voor altaar? Rood met lava en... Weet je zo nog waar het was? Anders moet ik zelf gaan zoeken. Heb ik niet heel veel zin in. Ik weet waar het was. Kom maar mee. Het is wel een stukje lopen. Ik weet niet of je dat erg vindt. En over de bergen klimmen, maar let's go. Schiet nou op, Frank. We zijn er. Ik weet dat het ver lopen was. Maar dit is ja, het. Ja, best wel. Dit is het. Dit is het. Dit is het. Dit heb je nog nooit eerder gezien? Dit, ik kom hier nooit. Dus ik weet niet hoe... Ah, je gaat dit ook ruiken. Dit zaakje stinkt. Naar? Lava. Ja, daar heb ik al concrete in gedaan. En ik heb hier redstone achtergelaten wat nu weg is. Dus het is wel opgepakt in de tussentijd, die redstone. Wat was het allemaal voor redstone? 32 redstone blokken. Meer niet? Meer niet. Oké. Okay. En hierin heb ik 104 groene concrete moeten verbranden. Waarom? Ja, dat was een van ijzer. Dat heb je toch in het boekje gelezen? Oh ja, dat klopt. Oh. Waarom heb je dat gedaan? Tja, ik wil Fred terug. Aha. Ik ga Fred toch niet dus zomaar dan, achterlaten? Dus als iemand zegt, spring daar nu in het water, anders krijg je geen koekje. Doe je dat ook? Ja, van mij krijg je hem niet. Ik ben al gesprongen! Ik was al gesprongen, dan moet je vooraf zeggen dat jij hem geen koekje gaat geven. Pas je op dat je niet in de lava valt. Nee. Nee, als in ik val er niet in of ik nee, ik pas niet op. Een beetje van beide en een beetje van magie. Ah, duidelijk. Ja, dat is een hele goeie. Ik weet wat ik moet doen. Je weet wat je moet doen? En dat houdt in? Ja, moment. Van, moment. Moet ik hier wachten? Ja hoor. Ja hoor, prima. Ik ga je wachten. Oh, en hij is letterlijk verdwenen achter. Oh, nee, hij staat. Hij verdwijnt letterlijk achter de bomen. Nou jongens, laten we dan maar even wachten. Hij zegt dat hij weet wat hij moet doen. Misschien dat hij op een soort miraculeuze wijze Fred terug kan halen. Ik zou niet weten hoe. De zon gaat ook echt bij. Oh, daar heb je hem alweer. Waar is hij? Wat ga je doen, Frank? Moment, zo terug. Frank! Ah, Frank! Wat? Hij springt gewoon... hij springt gewoon in de lava. Huh? Ga... Is... Het is zo fijn om heet te zijn. Is Fred naar beneden? Frank! Oh mijn god, ik snap hier helemaal niks van. Waarom? Frank, hallo? Oh, jeetje, Mina. Huh? Dat is heet. Hoe deed je dat? Geheim drankje van de FBI. Deze. Oh, een poosje. Wacht, mag ik die ook eens? Nee. Oh, dat is geheim. Dat is geheim. Dat is gewoon een fire resistance potion, jongen, maar prima. En, heb je wat kunnen vinden? Ja. Wat was het? Heb je Fred gevonden? Nee, verbrand concrete. Ja, die heb ik erin gegooid. Ja, dus ik ben geen steek verder. Nee, dat snap ik. Dus ik ga verder op de redstone blokken. Ik ga dat onderzoek starten. Is goed. Hou me maar up-to-date. Zet een team erop, zeg maar wie verdacht is. Als je me nodig hebt, ik ben beschikbaar wanneer je wilt, oké? Okay? Dat is goed. Ja? Waar moet je die nou altijd afdoen? Waar heb jij Fred voor het laatst gezien? Weet ik niet eens meer. Eerlijk gezegd, volgens mij in de bank. Toen hij met de kluis bezig was. Wat dan? Nee, gewoon. Gewoon een vraagje. Oké, okay, hoezo? Ik ben niet verdacht of zo, toch? Nee, zeker niet. Klinkt alsof het anders is, maar prima. Ik ga weer naar huis, als je het niet erg vindt. Dat is goed. Ja? Ik wil thuis. Jij ook. Ik ga vliegen, oké? Okay? Ik niet. Nee, dat snap ik. Dag Frank. Dag Walnoot. Dag. Oh, hij is weg. Oké, jongens, laten we snel naar huis vliegen. Ik vind een beetje... Frank blijft een beetje een engige FBI-agent. Maar hij heeft wel Julian een paar dingen uit Julian gekregen. Waardoor ik het toch wel verdacht vind. En waardoor het misschien wel kan lijken alsof Julian er echt iets mee te maken heeft. Maar dat gaan we zien. In ieder geval, Fred is vermist. Ik weet niet wat ik moet doen. Ik heb zoveel mogelijk gedaan om om terug te krijgen. De volgende aflevering gaan we zien of ik een dier moet opofferen. Of ik dat daadwerkelijk moet gaan doen. De volgende aflevering wil ik ook naar de koffiewinkel of de theewinkel van Rick en Noah. En ze zitten al heel lang met z'n allen daar. Misschien is het wel een samenswering. Want sinds hun dus zijn... Is Fred verdwenen. Dus jongens, de volgende aflevering wil ik ook naar hun winkeltje gaan. Kijken wat ik allemaal daar kan vinden. Misschien kunnen we even een beetje spioneren in de winkel. En ik wil Julian gaan we goed in de gaten houden. Dus ja, volgende aflevering gaan we inderdaad zien of ik een dier moet gaan opofferen. Stel, het komt er nou op, jongens. Laat dan nu even in de reacties weten. Welk dier moet het worden? Van alle dieren die ik heb, het is heel gemeen om te vragen. Maar stel het moet, welke moet dan helaas verdwijnen? Ik kan het eigenlijk niet maken om dat te vragen. Maar hè, een diertje moet misschien gaan. En dan voor nu, dankjewel voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Vergeet zeker niet even te liken en te abonneren. Kijk nu lekker het vorige content van je deel. Hierin is er ook van alles gebeurd. Heb ik lekker gebouwd. Dus hou je nou ook van bouwvideo's in plaats van verhaallijnvideo's zoals vandaag? Dan moet je gewoon lekker deze video kijken. Maar voor nu, spreek je later. Klaasje wel. Tot de volgende keer. Yeah!